De organisatie leek alles op orde te hebben en ook voor de gemeente stond het licht op groen voor Burning on Ice. Hoe kon het dan toch gebeuren dat vorige week donderdag de stekker ging uit het populaire schaatsevenement? Gemeente Beuningen doet nu een poging om een en ander uit te leggen. Bakken met kritiek kreeg de gemeente over zich heen toen vorige week bekend werd dat er dit jaar geen Beuningen on Ice komt. Inwoners reageerden teleurgesteld en boos dat het evenement nu van de baan is. Een in de haast belegde persconferentie moest maandagmiddag de lucht enigszins klaren. Nou, wij hebben vorige week totaal verrast het nieuws gekregen van Beuningen on Ice dat zij dit jaar het evenement niet gaan organiseren. Totale verrassing voor ons als gemeente. En ik heb ook zelf de dag nog Mark opgebeld van hoe komt dit nou, hoe is het nou zo ontstaan? Ja, dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn, ja. Want wij weten hoeveel plezier het brengt, Beuningen on Ice. Niet alleen bij ons, hè, want wij krijgen er energie van. Hoewel de laatste paar maanden kregen we er niet zulke positieve energie van. Van Loveren is zichtbaar geëmotioneerd. Hij zou na deze editie stoppen als voorzitter. Het afscheid had hij zich heel anders voorgesteld. Nou, ik heb dit nu 10 jaar gedaan in de rol als voorzitter, met heel veel plezier. En de tijd is ook gekomen om mijn functie beschikbaar te stellen voor een ander. Ik had me voorgenomen van de 11e editie met elkaar weer te gaan genieten op de schaatsbaan. Ik zei van de week nog tegen mensen, ik had liefst natuurlijk met een biertje in de hand daar gestaan. Maar dat mag helaas niet zo zijn. Volgens Van Loveren is het evenement de das omgedaan door late vergunningen en te veel wet- en regelgeving. De omgevingsvergunning was nieuw voor ons. Nou, die zijn wij vroeg begonnen in onze ogen. We zijn in februari daarmee op pad gegaan. Wat moeten we allemaal regelen? Welke rapportage komen we daarbij kijken? We hebben 17 april ook ingediend. Nou, dat is ruim 6 maanden geleden. En we hebben 2 weken geleden pas de definitieve vergunning gekregen. In deze maanden heeft de organisatie meermaals aan de bel getrokken bij de gemeente Beuningen en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen om het uitblijven van vergunningen. Pas 2 weken geleden zijn deze vergunningen verleend, maar dit komt voor de organisatie te laat. Alleen ja, 2 weken geleden krijg je dan die definitieve vergunning. En dan ga je met leveranciers om de tafel. Ja, dan blijkt dat de tijd onze grote vijand is geworden nu ook. Tijdelijk wethouder evenementen Pascal Kobussen legt uit dat het probleem hem vooral in de communicatie zit en kijkt vooruit om dit niet vaker voor te laten komen. Nou, vandaag tijdens het gesprek met het bestuur komen wij ook achter dat een aantal dingen zijn waar zij bepaalde verwachtingen bij hebben die niet goed zijn geweest. Terwijl dat we wel hier de intentie hadden en elke keer de verwachting hadden dat het allemaal goed zou komen als organisatie. Ik denk dat als we dat al eerder hadden geweten, hoe dat nou ook precies zit, hadden we dat ook zeker gedaan. En ik ben er 100% van overtuigd dat wij dat de komende tijd, ook als we het even laten rusten met z'n allen, weer op gaan pakken om te kijken hoe we Beuningen on Ice de komende jaren duurzaam kunnen organiseren met een duurzame energieoplossing voor de toekomst.